Het jaar 2019 is aangebroken. We kijken vooruit naar nieuwe apparatuur. Het is weer tijd voor Gamers Net Gear en daarin blikken we terug. We gaan helemaal klassiek. Het is tijd voor de PlayStation Classic. Peter is ermee aan de slag geweest. Peet, hoe is deze emulator? Ja, het is een... dit is hem. Dit is de PlayStation Classic. Dat en is eigenlijk, hij is superleuk. En eigenlijk is het alle positieve wat er te zeggen valt over de PlayStation Classic is vooral de buitenkant. Want oh, wat is het een trip down memory lane. Als je de PlayStation Classic sowieso uit de verpakking haalt, hij is fantastisch ingepakt. Je hebt het idee, we gaan naar een negatief punt als ik al over de verpakking begin, hè? Hij zat zet er mooi in. Het voorspelt iets. Het voorspelt iets. Nee, maar het is een ontzettend leuk apparaat. Alle knopjes werken. Kijk, het klepje kan niet omhoog. Maar de knopjes werken wel. De lampjes zijn hetzelfde. Je sluit hem aan via HDMI. Hij is een tikkeltje kleiner. Hij is een stukje kleiner, net als de NES Classic. Overigens is de hele PlayStation Classic is natuurlijk een kopie van de NES Classic Mini van Nintendo. Zelfs de reclamefoto's met zo'n vrouwenhand, met dat ding erop, hebben ze exact overgenomen van de NES. Ja. Dus ze schamen zich er niet eens voor. Dit is gewoon jouw trip down memory lane in de tijd van de PlayStation 1. Ja, originele. Ja, 1994. En ze hebben een twintigtal games geselecteerd die daarop staan, die je weer kunt herbeleven met de power of PlayStation. Ja, en dat leek me dan maar meteen ook een mooi om mee af te trappen, die games. Want dat was hetgeen, toen de PlayStation Classic onthuld werd, had iedereen zoiets van, ja, prima, als zij dit gaan kopiëren, even goede vrienden, weet je wel. Maar dan moeten er wel de juiste classics op staan. Ja, die staan er niet op. Nee, die staan er wat mis jij? Er staan een aantal vette games op. Final Fantasy 7, Resident Evil 1, de Director's Cut. Die is echt heel tof. Hoe heet het? Wat wilde ik nog zeggen? Grand Theft Auto 1 staat erop. Apes Odyssey vind ik heel vet. Oh, ja. Maar laten we heel eerlijk zijn, als je PlayStation bent, dan heb je gewoon een aantal iconische titels. En die iconische titels, die glanzen in afwezigheid. Dan heb jij het over... Ik heb het over Crash, ik heb het over Gran Turismo, ik heb het over Spyro. Allemaal games die in de tijd van PlayStation 1... Tomb Raider, wat echt gewoon een super vette game was. Toen nog echt heel erg PlayStation-achtig. Staat er allemaal niet op. En dat heeft ongetwijfeld... Daar is wel een reden voor, toch? Spyro heeft net een re-release gekregen. Crash ook? Crash heeft een re-release gekregen. Gran Turismo is waarschijnlijk moeilijk om al die licenties van die auto's dan weer terug te halen, ja, denk okay, ik dan. Ja, dan zetten ze GTA erop. Maar ja, je hebt nu ook een GTA 5. Zetten ze Resident Evil 1 Director's Cut erop. Ja, je hebt al lang een remake van Resident Evil. Als dat het argument is, daar gaat het niet om. Het gaat om, het is de trip down memory lane. Of een game nou een remake heeft gehad of een deel inmiddels wat beter is en vetter. Bedunkt, we zijn 25 jaar verder. Maar dat is juist wat je wil. Je wil dan juist in die oorspronkelijke beeldverhouding van 4:3, wil je die korrelige games lekker spelen. En dat is gewoon... Maar nu heb je plasma televisie. Je 4K, noem het hoe je het wil noemen. Dat is wel waarom ik de NES Classic Mini heb gespeeld. Superleuk om weer Super Mario Bros. Te spelen. Dan kan ik ook nieuw Super Mario Bros. Spelen. Maar dan wil ik dan even niet, want ik wil die NES versie. Ja. Nee, er staat echt... Het aanbod aan games wat er is niet goed. Metal Gear Solid staat er wel op, is prima. Maar ik mis gewoon iconische PlayStation titels. Ja. En dat is het verschil met Nintendo. Die heeft hun eigen iconische titels gewoon naar die NES gebracht. Ook niet allemaal, maar wel echt gewoon een bulk load. En ze zijn ook tijdloze, de games van Nintendo. Daar kom je nu echt heel erg achter. Ja, dat hoorde ik van jou. Dat streven naar realisme destijds van PlayStation, dat nu, dat doorstaat de tand destijds wat minder. Neem een Metal Gear. Metal Gear. Als je Metal Gear Solid speelt, weet je, die game was toen echt, dachten we allemaal van, what the fuck, 3D graphics, ik ben gewoon een spion en ik moet gewoon... Maar nu denk je, het ziet er gewoon niet uit. Terwijl bij Mario, dat is natuurlijk pixel art-achtig, getekende stijl, is veel tijdlozer. Dat blijft leuk om te spelen. En wat dat betreft ook GTA 1, ik kan het niet meer spelen. Daarbij komt, dit is geen kritiek richting PlayStation, het is een keuze en ik begrijp de keuze. Bijgeleverd wordt de allereerste PlayStation controller. En toen de allereerste PlayStation uitkwam, zat deze controller erbij. Dus geen DualShock. De DualShock 1 kwam namelijk 2 jaar later. Daar zaten analoge sticks op. Op deze oorspronkelijke niet. Ik vind het een keuze, want ik vind dit eigenlijk nostalgischer dan een DualShock. Ja, waarschijnlijk is dat ook hun overweging geweest. Waarschijnlijk dat hun overweging geweest. Want een DualShock van nu ziet er eigenlijk bijna hetzelfde uit als de eerste. En bij deze heb je echt het idee, want dit is echt de oude controller. Ja. Maar GTA bijvoorbeeld is een spel waar je heel erg moet draaien. En dan is een DualShock controller heel erg fijn. En een vierpuntstoets wat hierop zit, totaal niet. Nee. Dus okay, weet je, het is met alles waarvan ik denk... Er zitten USB-poorten op, toch? Dus je kunt gewoon een DualShock 4 erin steken. Ik heb geen idee of de DualShock 4 werkt. Ik denk niet dat de firmware erop zit. Ja. Want aan alles is te zien dat dit gewoon best wel een bij elkaar gesleept product is. Zeker inhoudelijk. Qua uiterlijk ziet het er echt heel vet uit. Dat hebben ze echt tof gedaan. Maar inhoudelijk, de gamekeuze is raar.
Dan heb je nog het hele PAL versus NTSC verhaal met verschillende regionen. Ook de Amerikanen draaien de PAL-versies, wat voor hun dus weer heel raar en niet nostalgisch is. Ja, maar wij draaien weer sommige Amerikaanse versies. Het is super random. Het gaat alle kanten. De ene keer is het 60 hertz en de andere keer is het 50 hertz. Ja, dat de ene keer is 60 hertz, de andere keer is 50 hertz, de andere keer is kleurplek. Nou, weet je, het is... je ziet gewoon aan het beginscherm van elke game, licensed by Sony, Europe America. Ja. Hebben ze gewoon bij elkaar gesleept en raar. En dat is ook een dingetje, want ze draaien dus allerlei verschillende ROMs erop die dus eigenlijk ook een beetje shady zweven. Wat is daarmee aan de hand? Die emulator die is niet van Sony zelf? Nee, ze gebruiken een gratis freeware emulator die gewoon te verkrijgen is. Voor elke mens thuis. Je Raspberry Pi had hem al jaren, nu heeft Sony hem ook. Nu heeft PlayStation hem ook. Is grappig, want je kunt er twee dingen zien. PlayStation heeft natuurlijk al jarenlang ruzie met mensen die emulators bouwen. Nintendo trouwens ook. Nintendo ook heel erg, maar Nintendo heeft ervoor gekozen om het allemaal zelf te doen. En PlayStation zegt nu, ja, we gebruiken nu zo'n emulator van mensen waar we normaal gesproken ruzie mee hebben. Dat klinkt een beetje flauw, of dat is misschien een beetje flauw. Aan de andere kant, het is gewoon een goede emulator, de games werken prima. Ja. En misschien heeft PlayStation wel gedacht, nou kunnen we godverdomme eindelijk eens een keer geld verdienen aan die gasten. Ja, en, maar ze zijn dan waarschijnlijk niet gecredit. Nee, niet crediten, maar wel hun stuff gebruiken. Nee, want het is freeware, dus dat mag. En dus het is niet hun eigen emulator. Maar dat komt ook, kijk, Nintendo heeft alles in hun eigen Nintendo-kluis op het hoofdkantoor liggen. Is allemaal van hun. Maar dat is ook de reden dat ze Star Fox 2 bijvoorbeeld voor het eerst uit hebben gebracht op de SNES Classic Mini. Dat zijn van die dingen die zij de PlayStation nooit kunnen doen, want het wordt allemaal door externe partijen gemaakt. Allemaal verschillende rechthebbenden. Nintendo is wat dat betreft gewoon iconischer, slimmer en hebben gewoon alle franchises in huis. En die franchises zijn dus ook wel tijdlozer. En die zijn precies zoals je ze herinnert. Terwijl in Metal Gear Solid denk je waarschijnlijk van dat het veel mooier is. En als je dit nou weer oppakt, dan is je van, Ja, ik heb bijvoorbeeld de Twin Snakes op de GameCube gespeeld, heel fanatiek. Ja, dat was al de mooie versie daarvan. Dus dan is dit alweer, weet je, met één camera standpunt. En... Oh ja, dat is ook alweer zo'n dingetje. Ik vind hem er mooi uitzien in de vitrinekast. Inmiddels is hij 60. Nee, maar luister. Dat is de eindconclusie. Dit ding staat mooi in je vitrine. Nee, want wij zijn laat met deze review. Dan begrijp ik dat de redenen. Maar daardoor is hij nu nog maar 60 euro. Hij is overal voor 60 euro te verkrijgen, dit ding. Daar, voor 60 euro heb je echt een mooi ding voor je vitrinekast. Twee controllers erop. Twee controllers erbij, hartstikke goed. Werken niet op PC. Nou, er zal ongetwijfeld iemand zijn. Dus het zal vast wel werkend kunnen krijgen op PC, maar het is niet zeg maar dat ze het zo maken. Van, je kunt trouwens ook gewoon je indie games ermee spelen ofzo. Nee. Staat super mooi in de vitrinekast. En mocht je echt heel veel heim hebben naar die paar games die erop staan. 20 games, maar Destruction Derby of Twisted Metal. Mocht je er echt, dan is het echt heel erg leuk voor je. Maar ik denk dat de meeste mensen zullen denken, er zit meer niet op dan wel. Ja, dat is een afweging die je voor jezelf moet maken. Als je die 20 titels wil lezen en als je ook meer wil weten over wat Peter vindt van de PlayStation Classic, dan kun je gewoon naar gamersnet.nl, de link zal vast in de beschrijving staan, dan kun je kijken. Dat is een geschreven review en daar staan dus ook alle 20 games gewoon netjes opgesomd. En ik eindig de review met een burn, jongens. Echt bizar. Ik ga hem hier niet zeggen om je te teasen. Mooie cliffhanger hier. Een cliffhanger. Ja. Maar ik schaamde me bijna dat ik hem maakte, maar het was te goed. Oké, bij deze. Check die review alvast. Bedankt voor het kijken naar Gamers.net Gear. We zijn er volgende week natuurlijk weer met meer nieuwe producten en dergelijke. En natuurlijk op gamersnet.nl vind je alles over games. Including een aantal retro titels waar sommige mensen niet om gevraagd hebben.